Wat is het kwaad? Het christelijk geloof beleidt dat alles wat bestaat van God komt. Ja, maar waar komt het kwaad dan vandaan? Komt dat ook van God? Dat is een goede vraag, en er is een goed antwoord op. Dat antwoord kunnen we pas begrijpen als we inzien wat het kwaad eigenlijk is. Oké, okay. laten we licht en donker vergelijken. Wat is dan het donker? Het donker is het ontbreken van licht. Het donker is echt, het is er werkelijk. Maar het is niet een soort zwarte mist die zich als een bliksem verspreidt wanneer het licht uitgaat, en dan net zo snel verdwijnt wanneer je het licht weer aandoet. Nee, het donker is heel eenvoudig het ontbreken van licht. Het is precies zo met het kwaad. Kwaad, of meer in het algemeen iets slechts, is een ontbreken van iets. En wel het ontbreken van iets dat er eigenlijk zou moeten zijn. Het is een gebrek. Zo'n gebrek kan bestaan in ons lichaam of in ons gedrag. Dat wil zeggen in onze gedachten, woorden en daden. Een fysiek mankement is bijvoorbeeld een been dat ontbreekt. Als ik een been mis, kan ik niet goed lopen. Ik leid door een gebrek. Als een maatliefje geen benen heeft, dan is dat geen gebrek. Want aan een madeliefje horen geen benen te zitten. Het madeliefje mist ze niet. Mensen daarentegen hebben normaal gesproken twee benen. En als ik er één van mis, dan is dat een gebrek, een fysiek mankement. Een moreel kwaad daarentegen is het wanneer ik bijvoorbeeld gemeen ben tegen iemand. Dit is een gebrek aan waardering en respect voor de ander. Hier ontbreekt iets in mijn handelen dat er eigenlijk zou moeten zijn, namelijk. Waardering en respect. Dit gebrek in mijn handelen is een moreel kwaad. Moreel kwaad wordt ook wel zonde genoemd. Moreel kwaad is veel erger dan een lichamelijk gebrek, want als ik een been mis, dan ben ik misschien een slechte marathonloper, maar als ik geen respect heb voor andere mensen, dan ben ik een slecht medemens. Mijn daden bepalen hoe ik als mens ben en niet mijn fysieke eigenschappen. Dit zijn de twee soorten kwaad die er bestaan. Als men nu over het kwaad spreekt, dan bedoelt men doorgaans een moreel kwaad, een zonde. En door wat hier is gezegd, kunnen we begrijpen waar het kwaad vandaan komt. Het komt niet van God, maar van die schepselen die de juiste ordening kunnen begrijpen en vervolgens in vrijheid twee opties hebben: om in hun handelen de juiste ordening te negeren of te respecteren.